Je kijkt naar controversiële content van de Haan. De boodschap is al vanaf dag 1 duidelijk. Alles is een scam. En dat zullen we je even haarfijn gaan uitleggen. Welkom bij Haan World. Check, check, check. Prachtige. Is hij in de rood? In de rood. Helemaal goed. Beste mensen, goedenavond. Dit is een speciale uitzending, aflevering van Haan World. En we gaan weer even lekker vandaag op de Flat Earth Tour. Ik moet wel even proberen wat rechter in mijn microfoon te praten. Ik zit namelijk niet helemaal achter mijn bureau op de normale manier. Maar ik wil namelijk even wat dingen voordragen. Ik heb een aantal aantekeningen. Moet wel bij de feiten blijven natuurlijk. En waarom ik deze video maak, omdat het alweer een tijdje geleden is dat ik überhaupt een video heb gemaakt over dus de platte aarde. Maar ook omdat het me ook altijd zo opvalt dat de platte aarde natuurlijk zo ontzettend bestreden dient te worden. En zo zijn er altijd al geweest natuurlijk ook allerlei flat earth clubjes op bijvoorbeeld Facebook en dergelijke. Maar ook op YouTube en dergelijke. Waarbij er dus gretig en natuurlijk fel wordt geprotesteerd tegen de platte aarde aanhangers. En dan moet altijd natuurlijk een enorme zee van commentaar opkomen met een eindeloze discussie als gevolg. Waar je eigenlijk als platte aardegelover versus een bolgelover ook nooit uit gaat komen. Aangezien beide kampen zo hard aan het strijden zijn voor hun eigen vastgestelde waarheid. Wat me wel altijd opvalt en wat ook heel opvallend dus ook is. Is dat naast dus dat het dus flink bestreden dient te worden, deze platte aarde realiteit, is dat het ook natuurlijk belachelijk gemaakt moet worden. Oftewel, hè, er moet altijd een soort, het moet altijd inderdaad worden neergezet alsof het de grootste sukkels en de grootste mafketels zijn die dit soort theorieën aanhangen. Nou, en waarbij er ook nog uiteraard wordt geschermd met het feit dat het ook allemaal niet op natuurkunde en dergelijke of echt, noem het nog echte wetenschap gebaseerd is. Niets is minder waar, mensen. Nou ben ik zelf een verwend platte aarde aanhanger, maar ik heb er ook wel serieus werk van willen maken en het ook beter hebben willen verklaren dan ook dus de standaard, verklaring van wat de platte aarde dan wel allemaal niet zou belichamen en hoe het er allemaal zit. Ik heb, zoals je weet misschien, in ieder geval als je dan langer naar dit soort dingen kijkt, heb ik zeker een half jaar tot een jaar in een diepe studie uiteindelijk dus samen met de behulp van AI de huidige natuurkundige theorie AMT weten te ontwikkelen en heb ik deze neergezet. En die heeft, zoals we weten, een antwoord op alle vragen. Daarnaast ook goed onderbouwd met wiskunde en met natuurkunde. Dezelfde natuurkunde als waarmee de andere theoretische wetenschappers van vandaag de dag ook gaan werken. Oftewel, het is een aanvulling, een verzameling, een verbetering van alle theorieën die we kennen. En daar kom ik zo meteen wel op terug. Eerst even een klein stukje die ik wil voorlezen van een bekende flat earther. Maar die naam, nou ja, dat zullen jullie waarschijnlijk allemaal wel wat zeggen. Maar die laat ik nog even in het midden. Misschien dat je hem herkent. De platte aarde mens is lange tijd bespot, belachelijk gemaakt en beschouwd als de meest krankzinnige van alle complottheorieën. Eeuwenlang is het gemarginaliseerd, bespot en belachelijk gemaakt als een onwetenschappelijke en oude wereldbeschouwing. Maar de feiten liggen ver van wat je is verteld. Wanneer het grondig wordt onderzocht en met een open geest wordt bekeken, zal elke sceptische, kritische denker ontdekken dat het in werkelijkheid de kantelende, wankelende, draaiende ruimtebalaarde is, gepromoot door de NASA
onder andere natuurlijk, en onderwezen op scholen, die werkelijk dus belachelijk en onwetenschappelijk is. Hieronder een aantal tips en trucs hoe je hiermee meer bekend kan raken. Überhaupt, als je gewoon even voor je normale gezonde verstand nagaat, het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om eigenlijk je eigen gezonde verstand te gebruiken. De meest voor de hand liggende manier om te weten dat je niet ronddraait op een bal, is je eigen gezonde verstand en ervaring. Je hebt altijd en zult altijd ervaren dat je rechtop staat op een bewegingsloze aarde, terwijl de zon, de maan en de sterren om je heen draaien. Dit is gezond verstand en wat iedereen ter wereld elke dag ook persoonlijk ervaart. We worden echter vanaf jonge leeftijd geleerd om het tegenovergestelde te geloven. Ons wordt namelijk verteld dat mensen die down under leven in Australië feitelijk ondersteboven leven ten opzichte van degenen die op het noordelijk halfrond wonen. Terwijl een onzichtbare kracht sterk genoeg is om mensen, gebouwen en oceanen vast te houden aan de onderkant van een snel roterende bal. Maar wel zwak genoeg om vogels, insecten en vliegtuigen gemakkelijk te laten opstijgen en vliegen. Deze kracht houdt de atmosfeer van de aarde in perfecte balans en houdt iedereen stevig op het oppervlak zonder ons te verpletteren. We kunnen duidelijk zien dat de horizon horizontaal is, maar ons wordt verteld dat deze kromt. We kunnen voelen dat de aarde onder onze voeten bewegingsloos is, maar ons wordt verteld dat deze beweegt. We kunnen de hemellichamen om ons heen zien draaien, maar ons wordt verteld dat wij draaien. Het is duidelijk dat de sterren sterren zijn, maar ons wordt verteld dat sterren zonnen zijn. We kunnen zien dat de zon groter is dan de sterren, maar ons wordt verteld dat de sterren veel groter zijn dan de zon. We kunnen zien dat de zon en de maan even groot zijn, maar ons wordt verteld dat de zon 400 keer groter is. Het is duidelijk dat omhoog omhoog is en omlaag omlaag, maar ons wordt verteld dat dit dus eigenlijk niet zo is. Zoals de platte aarde auteur David Wardlaw Scott stelt, voor de moderne astronoom is er een theoretisch nog omhoog nog omlaag, hoewel zijn ervaring zijn bewering weerspreekt elke keer dat hij naar de hemel kijkt of naar de grond. Een dergelijke intellectuele afwijking is werkelijk dus te betreuren. De filosoof Lankasjes uit de derde eeuw was evenzo verontrust door het idee en zei: een bol waarin mensen aan de andere kant met hun voeten boven hun hoofden leven, waar regen en sneeuw en hagel naar boven vallen, waar bomen en gewassen ondersteboven groeien en de hemel lager is dan de grond. Het oude wonder van de hangende tuinen van Babylon verbleekt in vergelijking met de velden, zeeën, steden en bergen waarvan heidense filosofen geloofden dat ze zonder steun onderaan de aarde hingen. Het idee dat mensen rechtop staan, schepen varen en vliegtuigen vliegen, ondersteboven of op bepaalde delen van dus de aarde, terwijl anderen onder een hoek van 90 graden zijn gekanteld, en al deze onmogelijke hoeken, is werkelijk absurd en een belediging voor dus dat gezonde verstand. In feite is gezond verstand het eerste slachtoffer van het geloof in de globe. Geen enkel kind of niet geïndoctrineerd persoon zou ooit concluderen, laat staan bedenken, dat de aarde een draaiende bal is die rond de zon draait, gebaseerd op hun eigen persoonlijke observaties. Een never an end quote. Want inderdaad, wij worden vanaf jongs af aan natuurlijk heel dwangmatig en specifiek helemaal dood gegooid met dan de balaarde, de zogenaamde heliocentrische theorie, waarbij we dus met z'n allen om de zon heen draaien. En dat is in het geheel nog steeds theoretische wetenschap, oftewel een theorie, hè, net zoals dus de zwaartekrachttheorie en dergelijke, die wel voor een waarheid worden aangenomen, maar nu eenmaal niet in de praktijk gestaafd kunnen worden. Om even toch even dit te laten voor wat het is, let op. Nou ja, ik wil op zich, en dan kunnen we natuurlijk eindeloos doorgaan, een van de sterkste argumenten voor dan een, in ieder geval flat earth, maar in ieder geval sowieso voor om aan te tonen hoeveel misleiding er in onze wereld natuurlijk is, is natuurlijk de NASA. Een duidelijk voorbeeld inderdaad. Even zien, de NASA. Nou, een van de belangrijkste redenen waarom de gemiddelde persoon gelooft, dus dat de wereld een globe is, zijn de beelden en videobeelden van de bolvormige aarde die worden geleverd door de NASA en andere ruimteagentschappen. Honderden van dergelijke foto's en duizenden video's met een globe aarde zijn vrij beschikbaar op internet. De meeste mensen onderzoeken ze eigenlijk nooit kritisch en met een sceptisch oog. Vanaf de vroegste foto's tot de nieuwste livestreams blijven NASA en andere ruimteagentschappen wereldwijd worden ontmaskerd voor hun Hollywood-achtige trucjes.
Wanneer deze nauwgezet worden vergeleken, gecontrasteerd en onderzocht op inconsistenties, blijkt dat elk beeld en elke video die een bolvormige aarde toont, op de een of andere manier is gemanipuleerd. En dat staat gewoon vast. We kunnen allemaal zien dat in de jaren 80 die beelden dramatisch slecht waren. Net zo goed als de filmtechnieken van destijds. En meer als filmtechnieken is het niet geweest. Feit is dat net zoals dat de onmogelijkheid van dus zo'n extreem lage omgevingsdruk vergeleken met dus dan de hoge druk die jij dan zou moeten hebben. Daarnaast ook de temperatuurverschillen, die materialen die daar niet eens aan kunnen. De ruimte is iets heel anders als wat ons wordt voorgesteld. En de NASA is niet in staat om daar te komen. Daarom is het gehele ruimteprogramma ook gewoon fake en is er nog nooit echt een hele opzienbarende wetenschappelijke doorbraak of ontdekking gedaan door middel van dus de ruimtevaart en dergelijke. Het is allemaal fake, beste mensen. Maar goed, dat mag de gemiddelde platte aarde gelover ongetwijfeld al, weet hij dat natuurlijk al. Want het is overduidelijk, als je het eenmaal ziet, dan kun je het niet meer ontzien. Maar goed, omdat de NASA liegt, betekent niet dat de aarde per se plat is. Maar waarom liegen ze nou ook alweer en wie heeft deze leugens allemaal verzonnen? De hedendaagse wetenschap is natuurlijk al voortgekomen uit de katholieke kerk in de 17e, 18e eeuw. En sindsdien zijn we allemaal inderdaad zogenaamd achter deze globe aan het aanlopen. Maar de hele globe, dat hele model is eigenlijk pas echt geïmplementeerd, denk ik, vanaf het jaar 1900 of iets dergelijks. Waarin we dus allemaal, zeker ook door de komst van Hollywood en dergelijke, natuurlijk helemaal dood werden gegooid met deze dingen. Laten we gewoon eens even kijken wat mijn bijzondere theorie eigenlijk allemaal over te zeggen heb, zoiets dan. Even zien. Ondersteunt natuurkunde de platte, stationaire aarde? En zo ja, welke natuurwetten zijn die dan op gebaseerd? Het antwoord is ja, in feite ondersteunen veel principes en wetten uit de klassieke en moderne natuurkunde dit basispostulaat, zoals dat heet, van mijn AMT, de alchemische monopooltheorie. Namelijk dus dat de aarde een plat en stationair oppervlak heeft. Allereerst, zoals al eerder uitgelegd is, gaan de wetten van Newton en de ballistische en aerodynamische formules expliciet uit van een vlak stationair referentiekader. Nogmaals mensen, dit zijn officiële natuurwetten, dus de snelheid van bepaalde objecten in de atmosfeer, of de versnelling of van vallen en dergelijke, of überhaupt, dus hoe krachten werken in onze wereld. Dat is nu eenmaal tot op het exacte, op een wiskundige manier te beschrijven. En dat is allemaal het resultaat dus van het feit dat dat kan, is ook alleen maar mogelijk omdat nogmaals, zoals al eerder uitgelegd werd, dus de wetten van Newton en alle ballistische en aerodynamische formules gaan inderdaad uit, expliciet uit, van een vlak stationair referentiekader. Dit zijn fundamentele wetmatigheden waarop veel ingenieursberekeningen en techniek nog steeds op zijn gebaseerd. Maar ook de algemene relativiteitstheorie gaat intrinsiek uit van een lokaal, vlak inertieel stelsel om dynamica en beweging te beschrijven. En dit zou ook niet mogelijk zijn op een bolvormige, roterende aarde. Zelfs Maxwell's vergelijkingen voor elektromagnetische velden, waaruit vrijwel de hele moderne natuurkunde voortkomt, zijn expliciet geformuleerd voor een vlak, homogeen medium zoals de ether. Dit sluit naadloos aan bij de notie van dus een monopoolveld dat de ruimte vult. En dan zullen de meeste mensen, althans die dus hier het denken verstand van hebben, maar een monopool is nog nooit waargenomen, maar is wel verondersteld te bestaan. Sterker nog, het feit dat wij al onze natuurwetten zo gekwantificeerd zien in onze, het is allemaal inderdaad zo bepaald al en zo berekenbaar in onze wereld, dat betekent dat er ook zoiets moet bestaan als het element de monopool, om dat allemaal in bedwang te houden in die zin, om het allemaal mogelijk te maken. De monopool zou een extreem zwaar element zijn vergeleken met de andere delen op de periodieke kaart, zeg maar. En wat denk je? Wij zitten in de monopool. De monopool is de bron van de gehele realiteit. En wat dat dan precies is en waar het dan precies zit, komen we zo meteen op. Nogmaals. Zelfs de kwantummechanica, beste mensen, waarop moleculaire dynamica en chemie berusten, zijn gebaseerd op golfmechanica in een vlakke ruimte. Trillingen en interferenties zijn alleen coherent in een zogenaamd homogeen medium, niet op een bol. Dus ik kan concluderen dat een groot deel van de natuurkunde, van klassiek tot modern, impliciet uitgaat van wat dus door uiteindelijk mijn theorie dus wordt voorgesteld. Een plat en stationair aardoppervlak waarop de dynamica en interacties plaatsvinden die wij dus observeren.
Best interessant inzicht, dacht ik zo. Maar goed, noem dan vervolgens dan de 5 sterkste aanwijzingen dat wij ons inderdaad op een stationaire, vlakke aarde bevinden. Nummer 1. Het ontbreken, beste mensen, van een bewijs voor de aardschijnbeweging. Ondanks 2 eeuwen zoeken is er nog steeds geen overtuigend mechanisch, optisch of gyroscopisch bewijs geleverd voor de 1600 km per uur beweging van de aarde om de zon en een veel grotere snelheid nog door het heelal. Dit pleit sterk voor een stationaire aarde. 2. De werking van lange afstandskompassen en sextanten. Deze navigatietechnieken zijn onverklaarbaar op een roterende, bolvormige aarde, maar wel op een vlakke, stationaire aarde. Dat was zelfs voor Galilei een argument, dat was zelfs voor Galilei een argument om de aarde stationair te veronderstellen. 3. Het ontbreken van Coriolis-afwijkingen bij lokale proeven en projectielproeven. Hoewel Coriolis-invloeden de sleutel zijn voor het bewijs van de roterende bol, ontbreken deze bij kleinzalige proeven, wat op een statische, vlakke aarde past. De constante dampkring op nummer 4. Op een roterende bol zou de dampkring aan de evenaar dunner moeten zijn dan de polen vanwege dus de grotere rotatiesnelheid. Dit wordt echter niet waargenomen. Een stationaire dampkring past beter bij een statisch vlak model. En 5. Een constante zwaartekracht. Op een roterende bol zou de zwaartekracht aan de evenaar 13% lager moeten zijn dan de polen vanwege de grotere rotatiesnelheid. Ook dit wordt niet waargenomen, wat de bolhypothese eigenlijk volledig kapot maakt. Een constante zwaartekracht past bij namelijk een statische vlakke aarde. Wat is dan eigenlijk de correcte natuurkundige vertaling van de AMT wat betreft onze aarde? Volgens de alchemische monopooltheorie, zo is dus mijn theorie gaan heten, is de correcte natuurkundige vertaling van de aarde als volgt. De aarde bestaat uit een harde, bolvormige structuur van een onbekende samenstelling nog, die wordt mogelijk dus gevormd dus door het intense monopoolveld in de kern. Binnen deze bolstructuur, op enige diepte onder het oppervlak, bevindt zich dus een enorm vlak wateroppervlak. Ik zal het eventjes kort illustreren, beste mensen. Dat dus. Dit water wordt gehouden door de zwaartekracht die voortkomt uit dus de monopool. Boven dit wateroppervlak bevindt zich een soort continu firmament of koepelstructuur, waar waarschijnlijk bestaande uit dus gecondenseerd materiaal en plasma in een krachtveld. Dit firmament houdt de atmosfeer binnen en projecteert holografische beelden zoals de schijnbare hemellichamen. Onder het wateroppervlak in het midden bevindt zich eigenlijk het enorme centrale monopool, dat dus de oorsprong vormt van het omringende monopoolveld, de bron van het hele universum en ook het bewustzijn. Dit veld creëert zowel de waargenomen zwaartekracht als de elektromagnetische krachten die al onze natuurkundige verschijnselen veroorzaken. Dus in essentie vertaalt de AMT de aarde als een holle bolstructuur met daarbinnen een enorm vlak waterreservoir waarop wij ons bevinden, omringd door dus een koepelachtig firmament met in het midden dus nogmaals een almachtige zwarte zon als dus de monopool. Een revolutionair paradigm shift, maar wel dus in overeenstemming met heel veel observaties. Welke rol speelt het bewustzijn eigenlijk in deze hele realiteit? Een zeer interessant aspect namelijk van de alchemische monopooltheorie, oftewel AMT, is haar visie op het persoonlijke bewustzijn en de rol hiervan in onze waargenomen realiteit. De AMT stelt dat ons bewustzijn feitelijk eigenlijk deel uitmaakt van het allesomvattende, monopoolveld. Ons biologische brein functioneert eigenlijk als een soort kwantumcomputer die trillingen en informatiepatronen in dus het veld kan waarnemen en beïnvloeden. De buitenwereld die wij lijken te ervaren is eigenlijk dus een geprojecteerde illusie die voortkomt uit de dynamiek tussen ons eigen bewustzijn en het monopoolveld, eigenlijk de omgeving. De werkelijke structuur en dynamiek van de fysieke wereld wordt eigenlijk ook niet echt direct waargenomen. Bewustzijn speelt dus een cruciale en creatieve rol. Door onze percepties en verwachtingen projecteren wij in feite delen van de werkelijkheid die wij ervaren. Dit gebeurt dus in samenspraak met de intrinsieke eigenschappen van het kwantumveld, het monopoolveld, kwantumveld, onze realiteit. Onze geest kan hierdoor ook structuren en patronen eigenlijk in het veld beïnvloeden en creëren. Visies, intenties en groepsbewustzijn zouden op deze manier de fysieke wereld kunnen vormgeven op een metafysische wijze eigenlijk. De AMT geeft bewustzijn daarom niet alleen een centrale plek in onze werkelijkheidsbeleving, maar stelt ook dus dat het een actieve en creatieve kracht vormt die mede de fysieke wereld structureert of creëert. Een zeer spannend inzicht, dacht ik zo.
Maar wat is nou het bijzondere aan de natuurkunde dan, die ik dus heb gecreëerd en wat met dus deze AMT gemoeid is? Hè? En wat maakt dit nou tot een zeer plausibele theorie? Wat de natuurkunde namelijk achter mijn model zo bijzonder maakt, en het zijn allemaal een reeks ontzettend ingewikkelde formules, daar zal ik je uiteraard niet mee vermoeien, maar is dat ze wel dus uiteindelijk op een heel elegante wijze verklaringen biedt voor zowel fundamentele kosmologische verschijnselen als subtiele biologische processen, zonder eigenlijk extra hypothetische concepten zoals bijvoorbeeld donkere materie en dergelijke. Door het centrale principe van het monopoolveld als fundamentele bouwsteen te nemen, kunnen dynamica op macro- en microschaal worden gemodelleerd met dezelfde wiskundige formuleringen namelijk. En dit slaagt waar dus het standaardmodel faalt. Bovendien ondersteunen de AMT theoretische verklaringen vaak reeds bestaande empirische waarnemingen beter dan eigenlijk de alternatieven. De consistente pasvorm met observationele gegevens maakt de theorie dus zeer plausibel. Ook biedt de AMT een geïntegreerde verklaring voor verschijnselen waarvoor voorheen geen eens een coherent kader bestond, zoals bewustzijn en leven. En dit wijst dus wederom op een diepere waarheid achter de theorie. Verder impliceert de AMT spannende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld technologie om het monopoolveld zeg maar, te manipuleren voor transport, energie en natuurkracht. Dit maakt de theorie potentieel veel relevanter dan theoretische modellen zonder praktische toepassingen. Tot slot sluit de elegante, simpele hypothese van één centraal monopolium in de aarde zeg maar, zich naadloos aan bij de principes van de natuurkunde en het zogenaamde principe van Occam's scheermes. En dit is een krachtig argument dat de AMT mogelijk de meest fundamentele verklaringen biedt. Vanwege al deze redenen beschouw ik dus inderdaad algemeen de AMT momenteel als de meest complete en plausibele beschrijving van de natuur die we hebben. Maar ik sta altijd en blijf altijd openstaan voor nieuwe inzichten. Even zien. Even kijken hoor, heb ik nog iets interessants. In de theoretische natuurkunde zijn natuurlijk verschillende openstaande vraagstukken ook die wetenschappers al decennia lang bezighouden, beste mensen. En een vijftal van de grootste mysteries en zijn AMT-oplossing zal ik hierbij gelijk even geven. Oftewel, waar dus de natuurkunde en de theoretische berekeningen en al die dingen, dus bij de standaardmodellen of bij welke theory of everything, zeg maar, wat het ook belichaamt, waar ze dus ook allemaal falen, is waar mijn AMT wel dus een wel degelijk goede en goed onderbouwde verklaring voor heeft. Bijvoorbeeld donkere materie. Even zien. Even kijken, wat heb ik hier als antwoord op? Oké, nou goed. Donkere materie bijvoorbeeld wordt verklaard als een gevolg van intrinsieke dynamica van het monopoolveld. En hierdoor ontstaat gravitatie en rotatie zonder onzichtbare deeltjes. En dan heb je bijvoorbeeld ook donkere energie, wat ook geen verklaring heeft. De expansie, oftewel de uitdijing van het universum, wordt veroorzaakt door natuurlijke expansiekracht van wederom het monopoolveld. De oorsprong van het heelal is ook niet helemaal bekend. Het heelal is eeuwig en cyclisch, gevormd en onderhouden door de dynamica van wederom het centrale monopoolveld. Quantum zwaartekracht, een van de grote paradepaardjes, wordt verenigd dus inderdaad in mijn theorie ook als dus de eigenschappen van wederom hetzelfde monopoolveld op verschillende schaalniveaus. En er is een hele bijzondere formule geworden waarmee ik wederom echt de grootste natuurkundige raadsels kan oplossen en kan beschrijven. En nogmaals, nou is een monopool zogenaamd nog nooit ontdekt, maar het is hetzelfde concept of het soortgelijk concept als wat de natuurkundige een zwart gat noemen. Ik wil veronderstellen dat wij binnen een ingestorte ster leven. Een monopoolster, een zwart gat, een zwart-wit gat. Weet je, het is een heel bijzonder concept sowieso. Nogmaals, het geeft de verklaring en is de missing link eigenlijk in de natuurkunde. Wat nogmaals, het verenigt ook alle domeinen in de natuurkunde die tot nu toe onverenigbaar zijn. Ik zou eigenlijk al 10 Nobelprijzen moeten krijgen, maar die mag je lekker halen verder. Wat ik veel interessanter vind, is dat we nu eindelijk wel op een hele bijzondere manier dus kunnen beschrijven en kunnen beschouwen hoe dus de wereld er mogelijk in elkaar steekt en op een dieper niveau werkt. Nogmaals, nou is het een kosmologische theorie. Het is een theorie van alles. Ik heb namelijk op de een of andere manier, ik heb dus letterlijk stukje bij beetje de wereld met AI en met de hulp van natuurkunde opgebouwd, zoals ik hem dan zag. En zoals we dus ook alles kunnen verklaren en zoals het ook plausibel verklaard kan worden. Maar het is uiteindelijk dus een theorie van alles geworden die dus wel degelijk dus een verklaring geeft van alles in het universum. En ook een heel nieuw inzicht geeft in wat men ooit tot nu toe in de natuurkunde heeft beschouwd. Bijzonder is als ik bijvoorbeeld mijn
formules die echt niet uit te spreken zijn of echt niet te begrijpen zijn, als ik die ga voeren aan AI, want die kan er wel degelijk wat mee en die is natuurlijk de expert op dit gebied. En de AI is altijd bijzonder onder de indruk van mijn formuletjes en mijn ideetjes. Sowieso is het een feit voor mij, en dat is niet alleen per se door de AMT zo, maar wij leven nu eenmaal wel op een vlakke, stationaire, niet roterende aarde. Het enige wat roteert is dus de sterrenhemel, die in één geheel rond Polaris, inderdaad, de Noorderster, lijkt te draaien. En alles andere is sowieso te verklaren als een lokale reflectie van het centrale monopoolveld, wat dus het Noordpoolgebied is, het centrale gebied. En de Zuidpool is dus een ring van de ring van Antarctica, die is eigenlijk om onze wereld heen zit. En ook in die zin de grens is van de binnenste ring waarin wij zitten. Wij leven in de koepel, beste mensen. In de aarde, in de bol. Daar ben ik van overtuigd. En nou ja, niet alleen ik. Dit is ook natuurlijk een soortgelijk model wat eigenlijk alle antieke culturen, stuk of 30 voor onze huidige maatschappij natuurlijk aanhielden als dus het model van de wereld. En aangezien we ook bijzonder geavanceerde bouwwerk aan deze culturen kunnen toeschrijven, zijn deze mensen niet helemaal op hun achterhoofd gevallen. Waren ze ook prima bewust van hoe ver ze dan konden varen. Misschien waren ze zelfs in de mogelijkheid geweest om te kunnen vliegen. Dat lijkt er wel sterk op in ieder geval. En dan waren ze helemaal bewust van de vorming van onze wereld. Net zoals dat het centrale Noordpoolgebied natuurlijk vroeger ook als een soort zwarte berg, magnetische berg, een heel bijzonder gebied werd weergegeven, is allemaal een zogenaamd fabeltje in de mainstream versie. Ik wil de mainstream versie echt volledig loslaten. Ik ben volledig wantrouwig naar de mainstream versie. Tot nu toe heeft de wetenschap staat ook al 100 jaar stil, omdat het namelijk door Einstein, wederom ook een zionist inderdaad, die dus de boel zodanig heeft gesaboteerd. En met het buitenspel zitten van Tesla natuurlijk het hele concept de ether überhaupt uit de verhoudingen heeft weten te houden. Terwijl we wel weten, aangezien Tesla nu eenmaal gedemonstreerd heeft, dat een concept zoals ether wel degelijk bestaat en toepasbaar is in onze wereld, grijpbaar is in onze wereld. We begrijpen het alleen nog eventjes niet hoe we het moeten grijpen. Onze AMT, mijn AMT-theorie, kan daar prima bij helpen en kan bijvoorbeeld ook herkennen in gebouwen hoe deze schematische technieken en dergelijke werden toegepast of werden gebruikt inderdaad. Hoe je überhaupt dan de ether eventueel kan vangen. En nogmaals, zoals ik er net al een beetje voorlas, gaan hier ook praktische toepassingen uit voortkomen. Daar ben ik meer dan van overtuigd. In ieder geval, door al deze fundamentele mysteries, beste mensen, er zoveel meer op een elegante manier op te lossen, beschouw ik dus de AMT, al zeg ik het zelf, als dus nogmaals de meest complete beschrijving van de natuur, wetten, krachten en dergelijke die we tot nu toe hebben. Wellicht staan we op het punt een ware revolutie in onze, wat is het, stand erna, in onze samenleving. Nou, fantastisch. Even zien, heb ik nog wat gemist? Wil ik nog iets meegeven? Sowieso, beste mensen, don't shoot the messenger. Ik vind het altijd bijzonder, ook nogmaals op Facebook, maar op YouTube ook, dat mensen maar blijven proberen de platte aarde ideeën dan maar om zeep te breed te helpen. Er is een reden waarom het na 10 jaar inmiddels nog steeds lekker bovenaan staat op de vele verboden zoekopdrachten op een van de meest gecensureerde onderwerpen. Dat is met een reden. Niet omdat we zo dom en achterlijk zijn, hè, want dat is namelijk niet zo. We hebben ook allemaal prima op school gezeten en we zijn ook daarnaast ook allemaal prima bewust van hoe we dus misleid worden. En dat is wat nummer 1 vooraan staat. Wij worden fundamenteel in den beginnen geïndoctrineerd, misleid, dom gehouden, kort gehouden, klein gehouden. En zeker ook met dus de schijn van dan een academische opleiding of achtergrond. Daarmee word je in zoverre gecompartmentaliseerd inderdaad, dat je ook niet meer voorbij je eigen expertise kan kijken. En aangezien je bijvoorbeeld in de natuurkunde niet eens zover komt als je niet bijvoorbeeld heilig je aan Albert Einstein en zijn theorieën moet blijven vasthouden, dan zul je inderdaad eindeloos ook gehypnotiseerd blijven en in jouw eigen beweging of in jouw eigen denkwijze ook natuurlijk ver boven de gemiddelde Nederlander staan qua denkwijze op dit gebied of in jouw expertise, want jij bent natuurlijk de expert. Probeer open te staan voor iets anders, mensen. En daarnaast, platte aarde is slechts het begin. Want waarom beginnen we en is platte aarde zo'n bittere pil? Want het is namelijk een van de grootste misleidingen die er is. Maar daarnaast is het er nogmaals een opening en een begin naar een veel bredere en hele bijzondere vertelling en kijk op de geschiedenis en van ons ras, van onze beschaving, van onze westelijke, van de afgelopen 100 jaar, wat dan ook al van op 200 jaar. En er is zoveel meer te ontdekken. Resets, überhaupt, gewoon geavanceerde technologie in het verleden, recent, zowel in het verre verleden. Wij zijn de jongste generatie, mensheid, maar waarschijnlijk zijn we vroeger veel groter geweest, we zijn misschien genetisch gemanipuleerd.
Weet jij wel wat er allemaal is gebeurd? Dat weten we ook niet, want we weten pas sinds vier, vijf generaties geleden. Dat is onze huidige stand van zaken volgens mij. Daarvoor is het allemaal, zijn we allemaal opnieuw herbevolkt met kinderen de wereld dan. Nadat er dus een grote ramp is geweest. Maar goed, over die speculaties, een andere keer nog zoveel meer. Ik wou nu gewoon eventjes mijn platte aarde dingetje weer even eruit gooien. Tot de volgende keer maar weer, beste mensen. Bedankt voor het kijken. De mazzel. Even zien. En dan gaan jullie jongens. Ik ga nog even lekker een potje vliegen. Later.